Economisch nieuws. Ja, in verschillende landen is er een tweede ronde aan de gang van kapitaalinjecties van overheden in de banken. Ook in Nederland wordt erover gespeculeerd, maar er wordt ook over andere reddingsoperaties nagedacht. Zoals een staatsbank met daarin de troep van andere banken. De optie van zo'n bad bank sluit minister van Financiën Bos niet uit. Maar zijn we met zo'n sterfhuisconstructie, zijn daar echt mee de lijken uit de kast gehaald? Vraag ik aan Kees de Kort. Kees, wat denk je? Nou, dat ligt er helemaal aan hoe die constructie wordt uitgevoerd. He, dat kan op verschillende manieren, waaronder hele slechte. Het kan ook op een goede manier. Dat is ook al vaker gebeurd. In Zweden hebben ze het gedaan, in het verdere verleden in Amerika. Maar de goede manier is, je laat de bank failliet gaan. Dan ga je in het faillissement ga je een scheiding maken tussen de goede bezittingen en de slechte bezittingen. Daar maak je twee bedrijven van. Dan ga je de goede bezittingen herkapitaliseren en met de slechte bezittingen blijf je zitten. Als je dat doet, dan is het een goede manier. Maar nu klinkt het alsof de belastingbetaler van Nederland de rotzooi van ING en ABN AMRO gaat kopen. En dat dan de ABN AMRO een get out of jail for free card krijgt. Dat is natuurlijk de verkeerde manier. En niet een beetje verkeerd, maar volkomen verkeerd. Want de herkapitalisatie van de goede bank, dat moet dan betekenen dat eerst de aandeelhouders worden uitgesneden. Dat dan de obligatiebezitters aandeelhouders gaan worden. Zodat de bank weer nieuwe aandelen heeft en geen schulden. Mm-hmm. En als men dan nog meer geld heeft, dan doe je een beroep op de belastingbetalers. Dus een volgorde. Eerst aandeelhouders betalen, dan obligatiebezitters en dan pas misschien de belastingbetalers. En niet eerst de belastingbetalers de rotzooi van andere mensen laten kopen. Nee, want dan wordt slecht gedrag eigenlijk gewoon beloond. Ja, hoe wij het anders formuleren dan betalen degene die mede verantwoordelijk zijn geen enkele prijs voor de redding van hun problemen. Dat kan toch niet de waarheid, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Eerst degene die direct betrokken zijn laten betalen en als het dan niet voldoende is, dan de belastingbetaler. Maar het gaat er alleen maar om, de hele essentie van elke discussie op dit moment is, er moet verlies genomen worden, grote verliezen moeten genomen worden. En de discussie is, er wordt nou een zwarte piet rondgedeeld, wie gaat welke groep, welke belangenwaarders gaan hoeveel van het verlies voor hun rekening nemen. Dat is waar het om gaat en welke constructie je gebruikt, doet niet eens heel veel te zaken. Alleen tot nu toe is het gewoon, geef de boeven geld en we zien wat schip stand. Nou, die methode die blijkt absoluut niet te werken, dus vandaar dat deze nieuwe methodes boven water zijn komen drijven. En als ze dat dus op de manier doen waarop jij dat uitlegt, dat is het zogenaamde Zweedse model geloof ik, dan zou dat toch wel een oplossing kunnen zijn. Nou ja, kijk, nu is het zo, kijk, dat is een discussie, kijk, die banken, voor het grootste gedeelte van die bank, met het grootste gedeelte van die banken is niet zoveel mis. Het is een klein gedeelte van de bank waar het zo verschrikkelijk mis is, dat die de hele bank naar beneden dreigt te trekken. He, dat is de essentie van wat er op dit moment aan de hand is, dat geldt voor alle banken. Daar komt dat good bank, bad bank idee vandaan. He, doorgaan met de dingen waar weinig mis mee is en proberen afscheid te nemen van de dingen waar heel veel mee is. Maar dat kan pas op de juiste manier als je eerst de zaak als het ware kunt scheiden. Dat kan niet als de bank blijft bestaan, op de goede manier. Dus eerst failliet laten gaan, scheiden, zorgen dat er de bestaande belangenhebbenden geld in het bedrijf steken. En als dat dan niet voldoende is, dan pas de belasting betalen. En dan laat je de bad bank, die laat je gewoon zitten. Dan ga je langzaam maar zeker, dat is in Amerika ook gebeurd, ga je proberen die dingen je snel nog te verpassen. Maar dat doet niet zoveel meer te zaken. Oké, Kees, ondertussen zorgt de bankenmalaise ervoor dat de economie wegzakt. Op allerlei gebieden zie je onder andere natuurlijk ook terug in de bedrijfscijfers. Van Samsung, Sony moeten hun verlies nemen. Microsoft gaat slechter. Geen verlies, maar gaat wel mensen ontslaan. Waarom? Geen verlies, Petra. Microsoft verdient nog minstens 10 miljard dollar per jaar. Dat is een krankzinnig bedrag. En wat gaat Microsoft doen? Mensen ontslaan. Wat je al zegt, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. En ik kan je wel vertellen, zolang die houding in het Amerikaanse bedrijfsleven gemeengoed blijft, en gewoon bij minder resultaten dus mensen ontslaan, gaan de economische problemen in de VS per dag groter worden. Want die goed betaalde mensen van Microsoft hebben nou geen baan meer, kunnen niet meer besteden, dus dat wordt een economische min. Kijk, iedereen begrijpt dat als een bedrijf op de rand van het faillissement staat, of het gaat heel slecht, dat er mensen ontslagen moeten worden. Dat is volkomen begrijpelijk. Maar als je meer dan 10 miljard per jaar verdient om dan nog eens een keer mensen te gaan ontslaan, dan vererg je dan misschien dat jouw aanhouders een beetje blij zijn, maar je verergert de problemen voor de economie waarin je in zit. En het gebeurt nog vrij vaak hoor, dat het recept voor slechte winsten, op mensen eruit. En dan zien we wel, nou, nogmaals, als dat in de VS de houding blijft, maak je borst maar nat, dan gaan de problemen nog veel groter worden. Wij blijven het volgen. Onder andere met jou. Dankjewel, Kees de Kort.